Ik ben Lucas en ik ben 5 jaar oud. Ik vind het allerleukste doen, tekent me. Nou, mijn naam is Dorien Keunen. Ik ben moeder van Lucas en Sarah. En Lucas heeft nu inmiddels 3 jaar diabetes type 1. Maar hij begon veel af te vallen. Hij dronk erg veel en hij plaste heel veel volle luiers. Dus dat waren wel indicatoren waardoor ik dacht van nou, dit is wel een teken aan de wand. Ik moet hiermee naar de huisarts. Toen bleek toch dat hij een bloedwaarde had van 33. Dus dat is echt heel erg hoog. Ja, dan ga je een hele molen in natuurlijk. Gewoon een hele medische molen. Zit de pomp nog goed, Luc? Als je je kind dan pijn moet doen door prikjes te geven en je ziet gewoon dat het kind echt krijst en het niet wil, dat is echt een ramp. Dat doet zoveel pijn. Die oude vandaag. Ik vind diabetes niet leuk, want ik heb de hele tijd pijn van de diabetes. Laatst zei hij een keer in bed, ik wil ook gewoon een normaal jongetje zijn. Ja, dat is super naar om te horen als ouder. Ga je nu allebei die broodjes eten? Ja. Dan moet ik je nog even bijbonussen. Oké. Je bent er de hele dag mee bezig. Ook 's nachts. Hij heeft een sensor, die communiceert met een app. Dus eigenlijk heeft hij, deze telefoon heeft hij altijd bij zich. Eigenlijk ben je de hele dag bezig met of insuline toedienen of juist eten geven als hij te laag komt te zitten. Ja, hij speelt natuurlijk, dus er zijn zoveel factoren die maken dat hij de hele dag schommelt. Dus het is belangrijk dat er continu zicht is. En nou hebben we hem zelf, hebben we de app ook op onze eigen telefoon. Dus ja, eigenlijk kijk ik gedurende de dag meermaals hoe die zit of ik krijg alarmen. Stel dat Lucas in een speeltuin te lang van mij verwijderd is en dat ik hem niet kan vinden, maar ik zie wel op mijn alarm dat hij een flinke hypo heeft, dan zou die feitelijk gezien ook flauw kunnen vallen. Gelijk even kijken naar zijn waarde. En als ik nog te laat ben en ik kan hem niet vinden bijvoorbeeld, dan zou hij zelfs een coma kunnen. Ja! Gaat hij goed, Luc? Ja? Als Lucas zou leven zonder diabetes, als dat mogelijk zou kunnen zijn, dan ben ik echt de gelukkigste persoon op aarde. Als ik dat zo noem, dan voel ik dat ook helemaal van binnenuit. Dat ik denk, oh, als dat toch mogelijk gemaakt zou kunnen worden, dan ben ik echt heel gelukkig.